Rijkswaterstaat is begonnen met de reparatie van de brug aan de Dr. Delelaan. De brug heeft haarscheurtjes nadat er eerder een boot tegenaan is gevaren. Nadat de gewichten waren losgemaakt, is het hefgedeelte omhoog gezet met een grote kraan. Daarna heeft de kraan het onderstel op de wal gezet voor inspectie. De brug zal de hele week gesloten blijven.